Foxtrot 1, Juliet Foxtrot 1, Juliet Foxtrot 1, this is Sabre 22, Sabre 22 on 308.6. FB, this is Wildcat, go ahead. Welke frequentie is dat? Outlaws, say again, step down by Dutch Mail. Outlaws, Wildcat, 75, affirm, wij gaan naar de pick-up point en dan komen we inbound voor de drop. Outlaws, Wildcat, 75, just for my information, is de drone nog steeds in de lucht? Outlaws, Wildcat, unreadable. Ik begrijp 250 meter, dus dat is zo'n 700 voet. Wij blijven ten alle tijde onder de 700. Ja, luid en duidelijk. Voor wat betreft het dropplan, waar wil je ons hebben? Wildcat 75, Delta 7, keypad 1, E2S, on call. Atlas, Wildcat, confirm Delta 7, keypad 1. Er lijkt niet echt iets in de brand te staan. Iets meer naar het noorden, daar staat wel een bosje bomen in de fik. Oké, doen we dat. Atlas, FBO, Christy, yeah, Christy is 4 minutes out for a runner pickup. Request a situation update of the fire. Yeah, Christy, good copy. Wildcat, Christy on Atlas, quick. Grizzly Wildcat, good copy. You have a visual about that for pickup progress. Yeah, Grizzly is official for Union Power. Grizzly is on the CS Journal, primary of the Fox Mike Journal. Roger, dat kunnen wij niet over. Ik wil Channel 3, Fox Mike. Yeah, Grizzly is een Emil Thompson. So I will use the Bambi Bucket Victor as a journal. Roger, wat jullie Fox Mike Journal dan? 4516. Accuracy is now inbound for a clockwise pass around the fire for a reconnaissance. Rocket copy. Accuracy 1 hour 5 signal minutes over. Wildcat approximately 120 minutes, so 2 hours. 1 hour 50 minutes, 5 signal minutes. Atlas, hier Wildcat. Vanuit de UGS kan ik niet echt precies opmaken waar ik naar neer moet gooien. Ik heb ongeveer de locatie, maar ik neem aan dat het gewoon in de boom is, hè, waar de brand is. Roger, Echo 7, keypad 1. Doen we van oost naar west, hè? Ja, ik denk dat dat wel moet doen. Squishy, set pick-up complete inbound to the fire. Atlas, hier Wildcat. Ja, wij kunnen dat keypad niet maken. Dan moeten we echt door de rook heen vliegen. Wat we kunnen doen, gaan we het noord langs de rook en dan aan de... Een beetje aan de westkant beginnen met blussen, confirm? Nou ja, precies, doen we dat. Thanks. Atlas, Christy, wij gaan nu achter de Kogara aan hetzelfde patroon vliegen om via de oostkant naar de noordkant te komen. Christy, not familiar with the blauw-blauw. Copy. Atlas, Wildcat. Was het een goede drop? Copy, blauw. Ja, Christy, wij gaan kijken of het voertuig met blauwe zwaailicht te zien staan en daar onze drop starten. Ja, Christy is official. Draai nu ook naar links en dan gaan wij vanaf de brandweerauto met zwaailicht en gaan wij proberen te blussen. Ja, Christy, geen drop uitgevoerd, onduidelijk waar het water het terecht moet komen. Zagen geen blauwe zwaardig. Atlas, Christy, heb je de laatste boodschap ontvangen? Ja, Christy, wij hebben de bucket is nog steeds vol. We kunnen niet meer naar het zuiden omdat we dan voor de rook hebben vliegen. Het is voor ons onduidelijk waar jullie het water willen hebben. Nog geen voertuig gezien met blauwe zwaardig. Ja, Christy, we gaan een hotspot zoeken. We gaan nu op dit moment een hotspot op het noordwesten pakken. Die in de naaldbomen terecht te komen. En daarom gaan we jullie aanbeveling opvolgen. Question, good copy. Ja, question, copy. Atlas, confirm. Brandweerwagen met blauwe lamp. We zien even het oranje, geen blauw. Ja, waar komen we vanaf het noorden? Roger, 300 meter naar beneden. Was het erop goed? Ja, copy. Met 300 meter naar beneden gaan we in 9 uur brandweerwagen blauwe uit de rood. Atlas, Christy, een request. Het plan vanuit de brandweer over hoe de brand te bestrijden. Wat is nu het plan van de brandweer om de brand te bestrijden en welk effect willen zij van ons zien? Ja, Roger. En als we dan naar de kaart gaan kijken over welke weg hebben we precies ten opzichte van waar de brand is? Short van de weg met de brandweer goed aangekoppeld. Kunnen wij er nu al water gaan droppen? Roger, op jouw kant. Verwacht van ons dat wij van west naar oost die lijn af gaan vliegen tegen de wind in. Atlas Wildcat, wij zitten vlak achter de Chinook, dus je kan ten opzichte van de Chinook aanwijzingen geven. Atlas Wildcat, short final te droppen. Atlas Wildcat, droppen. Wat Mike? Atlas, Christy. We wachten een locatie waar wij water gooien, enigszins op de goede plek. Roger, meer naar het zuiden en dan gaan we zuid naar noord. Welke richting willen jullie op? Ja, klopt niet. Atlas vanuit de Wildcat, wij kunnen wel iets verder naar het zuiden, maar we gaan niet midden in die rookpluim vliegen. Roger. Atlas, Christy, dus als ik het goed begrijp, moet water komen waar jullie precies staan. Klopt het? Goed. Zo, Roger. 1725. Correction 1925. 1925. Atlas, nu Wildcat. Ja, we moeten straks natuurlijk een keer reviewen, maar voor onze eindtijd is het misschien tot aan het donker. Dus
Ik denk dat wij deze uur zo'n beetje toch gaan refuelen op de trail en dan gaan wij terug naar Gilsen. Atlas Wildcat inbound voor drop-off. Drop-off on your call. Stop. Ja, ik wist hier meer naar het zuiden is voor ons echt geen optie, maar dan ook. Ook qua zicht wordt het dan te gevaarlijk voor ons. Ja, ik wist, dus je bedoelt helemaal aan de andere kant van de brand. Bedoel je dat jullie aan de andere kant van de brand staat en dat de stoplijn ook aan de andere kant van de brand moet? Ja, dit voertuig zegt ons niet zoveel, want er staan behoorlijk wat voertuigen. Ja, ik heb ze hier niet gezien, die staan waarschijnlijk diep in de rook en die zijn voor ons niet te zien vanuit de lucht. Question, good copy. Ja, question is continuing about with the empty bucket for a wreck. Ja, ik heb hier visual twee keer brandvoertuig, drie keer connectie, die staan te blussen. Moet de stoplijn daar links van komen? Atlas, question. Was de lijn die wij net afvlogen, is dat de lijn die jullie ongeveer willen hebben? Ja, copy. Dus wij vlogen links van de brandweervoertuigen, wij zouden ook staan met de spuiten. Ja, copy. Maar die zijn voor ons niet te zien. Atlas Wildcat opnieuw inbound voor de volgende drop. Ik begrijp dus dat we aan de andere kant van de rook moeten zitten, dus daar gaan we naartoe en ik hoor graag bij jou of we daar goed zitten of niet. Oké, okay, waar staan jullie Atlas voor Wildcat? Staan jullie nu op onze 12 uur, confirm? Okay, wij zitten nu aan de noordoostkant van de brand. Noordoostkant van de brand. Ja, dat kan niet. Dan zitten wij in de rook, dat gaan we niet doen. Atlas, even nu voor de duidelijkheid, wij gaan niet in die rookwolk vliegen. Als je zegt naar het noorden, dan zitten wij in die wolk, dus dat kan niet. Wij kunnen of we gaan nu zelf spots bepalen of we moeten met een beter plan komen, want hier kunnen we niks mee. Roger, Wildcat. Question comes as well. We see a water pickup compared to proceeding to same location as the Wildcat. Copy. Wij gaan ondertussen door met de water gooien ten noorden van de brandweer. Atlas, question. Ja, question, any updates voor die tactics? Question, copy. Atlas, Chrissy 83 is pickup complete, about. En Atlas, say again for Chrissy 83. Atlas, say again for Chrissy 83. Atlas, mark the phone point. Atlas, Chrissy 38. Corrections 83, back inbound behind the Kugan. Mark the phone point. Vraag je dat je twee O-meters bij jullie of op het vliegveld liggen? Chrissy 83. Atlas, Atlas, Wildcat. Hebben jullie CO-meters bij op de brandweer? Roger, Wildcat. Atlas Wildcat inbound, hebben jullie al een nieuw plan? Kom ik wel. En Atlas Crusade 3, back inbound voor drop. We zijn aan het drop aan de noordoostzijde van de brand, daar een lijn te leggen. Atlas Crusade 3, got any change in the tactics? Basic. En Atlas Crusade 3, performing one more drop in the northeast. Atlas Wildcat, wij zijn met inbound, we blijven gewoon droppen op eigen inzicht totdat jullie met een plan komen. Atlas Crusade scope. Copy Delta. Delta 8, keep it 5 from east to west. A3. Zelfde plan voor de Wildcat, vraagteken? Oké. Na deze run doen we precies hetzelfde als de versie. En Atlas Crusade 3 is inbound voor drop off S3. Wildcat inbound as well. Wildcat, Atlas, go. Drop op je call. En dan Atlas Crusade 38, confirm dat deze drop goed was. En Atlas Crusade 83 request of de drop goed was. Op ik op Delta 8, keep it on the En Atlas Crusade, dus als ik jullie goed begrijp, is de weg volgen van zuidoost naar noordwest, links van de weg. Atlas Wildcat, inbound. Wij willen eigenlijk. Je zei van keypad 8 naar 4 is het probleem als we van 4 naar 8 droppen, dus dat is eigenlijk opposite. Moet geen probleem vormen, denk ik. Ja, precies. Dus wij doen hem precies opposite, dat komt beter uit, hebben we hogere omloopsnelheid, dus dat kun je verwachten. Roger. Oké. Okay. Ja, question, good copy. De eerste is een goed drop van de dag, of niet? Atlas Wildcat, wij zijn weer inbound. Waar wij net gedropt hebben, in de overshoot, dus op ongeveer 300 meter, daar zat echt een... That's right, even the sheeple hit the notification bell. Well done, you sheeple.